speciaal een podium neergezet voor u. Komt u maar, Sinterklaas. Sinterklaas, ik ben eindelijk hier. We dachten allemaal dat ik het niet kon vinden. Maar dan mis ik. Waar zijn de Pieten dan? Waar zijn allemaal andere Pieten? Goedemiddag, lieve kinderen van Losser. Ik heb trouwens een nieuwe auto bij me. Want ik dacht, in Losser gebeurt zoveel. Ik wil een auto hebben. Dat ik alles goed kan zien. Maar ik heb heel veel vergeten. Ik ben heel veel kwijt. Sinterklaas is vanmorgen wakker geworden. En toen was ik heel veel Pieten kwijt. En toen heb ik al gebeld hier naar Losser toe. Of er ook Pieten verstopt waren in de oude toren. En die heb ik toen gevraagd. En die hebben ook gekeken, die Klimpiet. En die zegt, beste Sint, er zijn niet zo heel veel Pieten in die oude toren. En waar ze nou zijn, weet ik niet. Geen idee, Sinterklaas. Niet? Helemaal geen idee, Sinterklaas. Maar ik ben wel blij dat ik muziekpieten bij me heb. Leuk, hè? Lieve kinderen, ik heb ook een Piet bij me die alles weet. En die fluistert me net in het oor dat hij wat hoort in die vrachtauto. Is er misschien iets in die vrachtauto gebeurd? Kijk eens even of daar wat in zit. Pieten, Pieten, Pieten. Hoeveel Pieten zitten daar wel niet in? Pieten, kom gauw hier. De kinderen zitten op jullie te wachten. Als we nou met z'n allen gaan zingen voor die Pieten van Zwarte Piet ging uit fietsen, ja! Dan gaan ze misschien ook niet meer in een vrachtauto zitten. Zullen we dat doen? Ja! Zwarte Piet ging uit fietsen. En jullie hebben het misschien wel gezien, maar de kinderen zullen dat niet zo goed gezien hebben. Weet je wie gisteravond met de Pieten is meegegaan in die vrachtauto? De burgemeester. En de burgemeester die zat ook in de vrachtauto, maar die moest nog even naar huis. Burgemeester, ook welkom. En als u hier in Losser aankomt, dan hoort u door de burgemeester te worden ontvangen. En de burgemeester hoort dan ook zijn ambtsketen om te hebben. Dus ik moest even naar het gemeentehuis om die ambtsketen even te halen. Want die ligt daar, kinderen, die ligt daar allemaal in de kluis natuurlijk. Hè? Want dan is het zilveren ambtsketen, Sinterklaas.
Ja, en daar moeten we heel zuinig mee zijn. Sinterklaas, ik wil u hartelijk welkom heten hier in Losser. Ik heb gezien dat u de laarzen niet meer aan hebt, want gisteren was dat natuurlijk toch een geweldige zaak daar in Wijk bij Duurstede. Ik heb nog even contact gehad met mijn collega Anton Houtsma. Die zegt, nou, het was daar toch erg hoor, want daar moest de burgemeester en Sinterklaas allebei met grote laarzen aan op de kade staan. Maar ik zie dat u ze nu uit hebt. Het is droog in Losser, gelukkig mag ik zeggen. Hoewel Sinterklaas, het is hier ook erg nat geweest. En ik was toch wel een beetje bang, jongens en meisjes, hoe dat gaat met Sinterklaas. Vanuit het warme Spanje, het is daar 25 graden, hier naar dat koude Nederland waar het zo nat was. Ja, en dan denk je, zou Sinterklaas dit jaar toch wel komen? Want ja, het is natuurlijk erg lekker om in die zon in Spanje te blijven, Sinterklaas. Maar ik ben geweldig blij en ik ben ook ervan overtuigd dat alle kindertjes hier, die hier op het plein rond de oude toren staan, dat ze erg blij zijn dat u hier vanmiddag hier in Losser bent gekomen. Hartelijk welkom en het is hier feest in Losser, want de middenstand, alle winkels zijn hier open, dus de mensen kunnen gelijk ook wat boodschappen doen misschien nog. En ik ben ervan overtuigd dat u ook nog wel wat boodschappen zult moeten doen, want de kinderen die zullen natuurlijk allemaal graag hun schoen willen zetten en dat betekent dat er cadeautjes in willen komen natuurlijk, Sinterklaas. Ja, en die moeten toch ergens gekocht worden en ja, waar kun je dat nou beter doen dan hier in Losser, Sinterklaas? Er zijn heel veel mogelijkheden om hier die cadeautjes aan te schaffen en dat doet u ongetwijfeld. Sinterklaas, ik zie dat u fantastische pieten mee hebt. Het was ook in de vrachtwagen geweldig. Kijk nou wat daar naar beneden komt, Sinterklaas. U hebt ze allemaal toch weer goed getraind hier in Losser. En ik ben ervan overtuigd dat dat... kijk eens aan, helemaal ondersteboven, kinderen. Nou, het is toch fantastisch. Sinterklaas, ik vind dat u heel, heel mooi gekleed bent weer dit jaar. De pieten zien er fantastisch uit. En het is weer een fantastisch feest hier in ons mooie Losser, hier bij de Oude Toren. Want waar kunt u beter ontvangen worden in Nederland dan hier onder de Oude Toren in Losser. Sint-Nicolaas, namens mij, namens het gemeentebestuur, hartelijk welkom. En ik hoop dat u een hele fijne tijd hebt tot aan uw verjaardag hier in Losser. Hartelijk welkom. Dank u wel, burgemeester, voor de prachtige mooie woorden. En de kinderen die weten wel, de burgemeester die heeft een ambtsketen, maar Sinterklaas die heeft altijd zijn kruis om. Dat hoort er zo bij. En zijn ring op de bisschopsring. De Piet, die u net naar beneden zag zeilen, burgemeester, die had al vooruit, toen we gisteren in Nederland kwamen, is er eer Piet is er al stiekem naar Losser gegaan en die had een cadeautje verstopt voor de burgemeester. Maar dat doen we altijd symbolisch. Het eerste cadeautje wat Sinterklaas weggeeft als hij in Losser is, dat is voor de burgemeester. En Piet, kun je dat even hier brengen? Dan zal ik dat even de burgemeester overhandigen. Graag gedaan, burgemeester. En dan gaan we eens eerst weer een stukje muziek horen van het Pietenorkest. Thank you.
Zover is het nog lang niet. En jullie zien wel hoe prachtig mooi weer af het is, of niet? Ja, en ik kan hier in Lossen, kan Sinterklaas alle cadeautjes voor jullie kopen. Maar Sinterklaas heeft ook nog een pakjeswagen meegenomen. En daar zitten ook al heel veel cadeautjes in, uit Spanje. En snoep en pepernoten. Maar Sinterklaas is heel blij dat hij hier in Lossen is, dat er zoveel mensen zijn. Sinterklaas, hartelijk dank weer voor uw fijne woorden. Ik moet u zeggen, het is elk jaar weer een fantastisch feest hier in Lossen. En ik vind dat er geweldig veel kinderen bij uw aankomst hier in Lossen zijn. Ik denk dat ik het nog nooit zo gezien heb, zoveel kinderen. Nou, en dat is ook wel nodig hier in Lossen, Sinterklaas. Want het aantal inwoners, dat begint een beetje te dalen. Dus ik ben heel blij dat er zoveel kinderen toch hier aanwezig zijn. Sinterklaas, ik moet u nog iets bekennen, want ja, u hebt het druk, dat weet ik vandaag. Want u moet ook naar Overdinkel. En vorig jaar ben ik met u in de koets mee geweest, maar ik ga straks alvast naar Overdinkel toe, zodat ik dus niet in de koets met u meega door het dorp, maar dan kan ik u straks ook in Overdinkel alweer ontvangen, want dan ben ik daar ook weer aanwezig, want daar zijn ook heel veel kinderen die u natuurlijk straks in de middag ook heel graag daar willen zien. Dus Sinterklaas, u gaat vandaag alleen met de koets door Lossen en nou, dat zult u best redden, want u weet de weg heel goed hier natuurlijk. Alle wegen, alle straten hier in Lossen, beste kinderen, die weet Sinterklaas, die weet elk huis weet hij hier te staan. En wat dat betreft, denk ik, heeft niemand te vrezen, niemand van de kinderen hoeft bang te zijn dat u niet een keer bij die kinderen allemaal of bij de schoen of op bezoek komt. Sinterklaas, ik hoop dat het heel prettig zal zijn vanmiddag hier. Maar eigenlijk, nou, het kan bijna niet anders. Daar ben ik helemaal van overtuigd dat u het heel fijn zult hebben hier. En de kinderen, ja, die zijn natuurlijk heel blij dat u er weer bent. Ik zie al die stralende gezichtjes. Ze lachen, ze zijn blij en ze amuseren zich ook geweldig met uw prachtige zwarte pieten. Dankjewel, burgemeester. En Sinterklaas, die heeft er alle begrip voor. Want de burgemeester moet er even donker nog niet voorbereiden. Maar lieve kinderen, ik heb een Piet bij me. En Sinterklaas, die weet aan de weg wel een beetje in Lossen. Maar Sinterklaas heeft een Piet bij zich. En die komt dit jaar al voor de 40ste keer in Lossen. En daar mogen jullie wel eens een applausje voor geven. En die Piet, die houdt altijd bij een grote boek in de gaten. En als Sinterklaas iets niet meer weet, dan weet die Piet, die weet het wel. En ik kan me er ook verheugen, burgemeester, dat we straks er in de koets door Lossen gaan en al die kindjes weer een handje kunnen geven. Ik zou zeggen, hier op het plein, bij de oude toren, zoals jullie dat noemen in Lossen, was het heel mooi, heel gezellig. We gaan nog een beetje zingen en Sinterklaas met de Piet, die gaat alvast naar de koets en dan gaan we een lekker stukje door Lossen. Dankjewel, burgemeester, voor de warme ontvangst. Lieve kinderen, bedankt dat jullie met zoveel hier waren. En jullie zingen wel even mee, of niet? Ja. Piet Orkest, laat maar horen.
Komt ie heen. Kom maar, hè, maar om maar. Thank you.
Hallo. Ik heb al wel zoveel tekeningen gekregen van al die kinderen. En ze hebben me ook gezegd of ze vanavond de schoen mochten zetten. En toen heeft Sinterklaas gezegd, omdat we straks ook nog weer naar andere kinderen toe moeten, van probeer het maar eens vanavond en anders morgenavond. Want Sinterklaas kan natuurlijk niet overal tegelijk met zijn Pieter zijn, hè? En nou zal Sinterklaas genieten, dacht ik. Ik weet niet wat ze doen, Piet. Vertel jij het? Ik weet niet, Sinterklaas, wat de Gimpieten deze keer weer doen. Maar onze Gimpieten hebben het hele jaar weer geoefend. Dus Pieter, laat eens even wat zien.
dan gaan we wat strooien. En dan gaat Sinterklaas even rusten. Jullie mogen de schoen klaarzetten. En dan ga ik nou naar boven. En wat zingen alle kinderen dan? Van dag Sinterklaas, of niet?